Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Energiewacht. Welkom terug bij de Energiewacht Tour. We zijn inmiddels verplaatst naar Midwolda voor de ploegentijdrit. Zo net in Eelde is het klassement volledig op zijn kop gezet door Vera Kudoder. Zij won daar en pakte een hoop voorsprong. 1 minuut en 9 seconden op Kirsten Wild, die tweede staat. We hebben het over de ploegentijdrit. En de specialisten, dat zijn Specialized Lululemon en Boels Dolmans. De best geclasseerde dames van die twee ploegen staan op 1.33 en 1.35. Kortom, het wordt een spannende rit. En die rit is intussen al in volle gang. De Noorse selectie vertrekt hier vanaf het startpodium in Midwolda. En de Belgen die zijn al halverwege het parcours dat rondom het meer van Oldambt trekt. Lotto Belisol gaat dan van start met onder andere Jolien de Hoore. Die het erg goed doet in deze energiewachttoer. Jong talent dat meestrijdt in de massasprints. En toch al een paar mooie ereplaatsen verzameld heeft. Maar het zijn nog niet de ploegen waar je heel erg veel van kunt verwachten in deze rit. Want die specialisten die komen later pas. Bijvoorbeeld die dames, we zeiden het net al, van Boels Dolmans. Ze zijn nog aan het opwarmen, dat is erg belangrijk voor zo'n rit. Ook al is het maar een ritje van 15 kilometer, je moet je helemaal vol kunnen geven. En voor hun is het een belangrijke discipline. Dit is wel een van de eerste ploegentijdritten die er is. Dus wij zijn ook zelf een beetje gespannen van hoe gaat het ervoor staan. We hebben een totaal nieuwe ploeg, nieuwe meiden. Vorige week hebben we aerodynamica testen gehad, dus we hebben eigenlijk ook nog niet extreem veel op de fietsen kunnen fietsen. Maar ik denk dat we een goede kans maken om bij de eerste te rijden. En we gaan er alles aan doen om die achterstand kleiner te krijgen. Dat de ploegentijdrit belangrijk is voor Boels blijkt ook uit het feit dat oud-baanwielrenner Robert Slippens is aangesteld. Speciaal om de ploegentijdrit verder te perfectioneren. Ik denk als je gewoon de ploegentijdrit echt specifiek erbij wil pakken, dat je daar ook meer aandacht aan moet geven. En ik denk als je in je eentje bent, dat je niet voldoende aandacht aan en de andere wedstrijden en de ploegentijdrit kan stoppen. Ja, en dat is een beetje de reden dat Robert erbij is gekomen. De rit in de Energiewachttour is nog maar het begin voor Boels. Tijdens het WK-ploegentijdrit wil de ploeg graag de wereldtitel overnemen van Specialized Lululemon. Ja, en dat is uiteindelijk het ultieme doel om daar voor de medailles mee te doen. Nu vandaag nog eventjes. Wanneer zijn jullie tevreden? Moet er gewonnen worden? Nee, dat hoeft zeker niet gewonnen te worden. Kijk, natuurlijk probeer je dat wel. Maar ik denk dat wij terug kunnen kijken op een heel sterk voorseizoen. Ja, en dit is gewoon weer een nieuwe fase waar we in gaan. En we hopen gewoon goed te doen. De ploeg Parkhotel Valkenburg gaat dan naar de snelste tijd. Rijdt 20 minuten en 17 seconden over het parcours van 15 kilometer. En de Australische ploeg van Orica is onderweg. Dan kunnen we eens even goed kijken hoe dat gaat, zo'n ploegentijdrit. Je rijdt bij elkaar in het wiel op fietsen die speciaal voor de aerodynamica gebouwd zijn. En het gaat erg hard. Ale Cipollini, de Italianen zijn dit. Zij doen het ook erg goed hoor, met de oranje trui hier in het midden van Tagliaferro. En natuurlijk Barbara Guaracci rijdt ook in deze ploeg. Ze rijden eigenlijk telkens bij de top 10 in die massasprints. Maar voor die ploegentijdrit hoef je ze misschien nog niet te verwachten. Maar natuurlijk wordt er wel een goede poging ondernomen. Dit is Specialized Lululemon. Deze ploeg is belangrijk. Die moeten we eens eventjes in de gaten houden. En oh, kijk eens hier. Al direct een probleem. Nu al een dame op achterstand. Het is Evelyn Stevens die al bij het verlaten van Midwolda het tempo niet kan bijhouden. Op zich nog niet zo heel erg, want de tijd van de vierde dame die over de streep komt, die telt. Dus je hoeft niet met z'n zessen te finishen. Maar ja, als je al aan het begin een dame kwijt bent, dan is dat toch wel een probleem. Boels Dolmans is ook op het parcours. Ze rijden nog met z'n vijven, want er is al één iemand afgestapt. En hier een kijkje in de ploegleiderswagen. Eens even kijken wat ploegleider Danny Stam zijn meiden toeroept. Come on, Rami, hold that speed, eh? Come on. Up, keep going, eh? Romy Casper krijgt hier de aanmoedigingen van Danny Stam.
Wiggle Honda rijdt ondertussen naar een hele goede tijd. Ze gaan op dat moment naar de snelste tijd. Terwijl ook Giant Shimano onderweg is. Met Kirsten Wild, die al 2 etappes won in deze energiewachttour. Ze droeg dus al een aantal dagen de gele trui. Maar ze heeft nu de groene trui aan. Dat is de trui voor de punten. Je krijgt punten als je als eerste over de streep gaat. En dat klassement wordt door haar aangevoerd. Dit zijn de dames van Rabobank. Ze reden hier aanvankelijk voor Iris Slappendeel als klassementsvrouw. Maar zij verloor een hoop tijd. En dus kijken we naar Lucinda Brandt en Roxane Kneteman. Zij staan op 1.35 van Vera Kudoder in de gele trui. En dat is eigenlijk op hetzelfde niveau als Ellen van Dijk bijvoorbeeld. Hier hebben we Kudoder in haar gele trui met haar ploeggenoten achter zich. Wat is dat een mooi gezicht. Want wie had dat verwacht dat zij hier in het geel rond zou rijden? Zij zelf in ieder geval niet. En ze verwacht ook niet dat ze na deze etappe nog aan heeft. Maar dat moeten we nog even afwachten. Deze ploeg is hard onderweg. Specialized Lululemon. Zij rijden op het tussenpunt naar de snelste tijd van de dag op dat moment. En het wordt misschien moeilijk om hen te kloppen. De binnenkomst van de Giant-ploeg van Kirsten Wild. 19.55. Dat is de tijd op dat moment die als nummer 1 op het bord staat. Boels. Onderweg op het technische gedeelte van het parcours. En hier kun je zien hoe dat eigenlijk moet. Hè? Je moet in een waaiertje rijden, zoals dat heet. Schuin achter elkaar om zoveel mogelijk te profiteren van het uit de wind zitten. Ellen van Dijk hier voorop. Zij trekt de boel op gang. Come on, girls, come on. Go, Christine. Come on, Christine, come on. The last kilometer, girls, come on. Fight for it now. Come on, we're doing great. De laatste kilometer loopt. Specialized komt daar binnen met een geweldige tijd. 19 minuten en 22 seconden. Is dat genoeg voor de winst? En is het misschien wel genoeg voor de gele trui? Op het tussenpunt was het verschil tussen Boels en Specialized 4 seconden. Hier rijdt Boels op weg naar Midwolda. En dat hier Romy Casper wat ruimte moet laten, dat maakt op zich niet uit. Ze moeten met z'n vieren binnenkomen. De tijd van de vierde telt. Hier de binnenkomst van Dolmans. 7 seconden geven ze toe op de tijd van Specialized. Specialized staat dan dus bovenaan. Deze ploeg moet nog binnenkomen. De ploeg van de gele truidraagster. Vera Kudoder. Ze komen niet aan die tijd, maar wat hebben ze goed gereden. Ze zijn geen specialisten, maar Vera Kudoder heeft haar collega's tot grote hoogte weten te stuwen om die gele trui te behouden. De eindtijd, 20 minuten en 24 seconden. Ze houdt het. 31 seconden houdt ze over op Trixie Warrick. Wat ze zelf niet verwacht had, heeft ze waargemaakt. De gele trui blijft bij Kudoder. Ja, inderdaad. Ja, daar ben ik heel blij mee dat we hem nog hebben kunnen behouden. En, het was de eerste ploegentijdrit van het jaar. En, ja, we hebben vorige week een ploegentijdrit trainingskamp nog gehad. Vlak voor de Ronde van Vlaanderen in Zwitserland. En, ja, dus ik denk dat de oefening wel geholpen heeft. Alhoewel, ja, het ging zeker niet perfect. Maar ja, ik ben heel blij dat we het, gehouden hebben. En de vreugde is er bij Specialized Lululemon. High fives tijdens het uitfietsen. En ja, de ploeg heeft het onderweg gewoon lekker rustig aangedaan. Oh, really easy. No, it was really hard because it was just 15 kilometers. So there was no time to breathe, nowhere. And yeah, it was our first TTT this year and also in this new group. So we are pretty happy. And now if we look at GC, Vera is still in yellow, but you're very close now as well, right? Yeah, we still have 2 more days and hopefully some wind the next days. And we try. Het was erg zwaar, zegt Warrick, omdat het maar 15 kilometer was en er dus geen tijd was om op adem te komen. Het was de eerste ploegentijdrit dit seizoen. En met de nieuwe samenstelling zijn ze dan ook erg tevreden met het resultaat. Voor het klassement hoopt Warrick op veel wind, zodat ze het Kudoder toch nog moeilijk kan maken. Het podium dan, zoenen van burgemeester Smit en Miss Oldland voor de dames van Specialized Lululemon. Die het winnen voor Boels, die 7 seconden toegeven. En Rabo wordt nog derde op 14 seconden.
De gele trui, die blijft ook na de ploegentijdrit om de schouders van Vera Kudoder. Ze had het zelf niet verwacht, maar wat is het dan mooi dat dat lukt. Truxie Worak, die volgt op 31 seconden. En met nog twee ritten te gaan, zou het misschien nog wel eens zo kunnen zijn dat Kudoder heel dicht bij de eindwinst komt. Kirsten Wild, die behoudt de groene trui, de trui voor de punten. En we hebben een nieuwe leider in het jongerenklassement. Ruth Winder trekt het truitje van Er gaat niets boven Groningen aan. En erg leuk, juf Nathalie is de meest strijdlustige van vandaag. Ze komt uit Midwolda. Ze heeft vandaag gewoon meegereden en ze werkt hier aan de basisschool. Ze is de meest strijdlustige en hoe mooi is het dan dat je basisschoolleerlingen je huldigen. En we hebben natuurlijk ook nog Tagliaferro. Zij heeft de oranje trui stevig in handen. Morgen zijn we er weer met de volgende etappe vanuit Uithuizen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Er gaat niets boven Groningen en Boels.